Amsterdam ik vind het echt een mooi allemaal. Dus, wat ik zeggen, ik heb jou 28 jaar geleden leren kennen. We hebben nog omgestreden hoe lang het nou precies was. Kerstkerst, balbalken. Dat een beetje bij ons hoorde. Vaak werden we ook getypeerd als een ander echt. Zo van hoe wij met elkaar omgingen en die dingen. Ik vind de laatste tijd erg moeilijk geweest. En dat ook, ik vind dit ook eigenlijk een beetje een rotstreek van me. Zo van tussenuit piepen, zonder dat het erbij was. Ik vind het ook prima hoor, het is ook goed, zo niet. Maar wat ik had verwacht dat we nog een hele weg te gaan hadden. Zo van met het idee van Jan wil geautomatiseerd worden. En die wil zelf onmiddellijk bepalen dat ze eruit stapt. Nou, ze is er dus niet zelf uitgestapt. En ja, ik moet zeggen, ik heb hier ontzettend veel van mijn zaken gevraagd. Op een of andere rare manier, ik kom er af en toe ook echt wel schiet in. Dan kon ze ook zo'n beetje dringend zijn van nou, ik noem maar iets, dat was tweede maand nog. Van ze wilde best even een keer inspectie komen. Kleine dingen waren minder dan ze krijgen. Maar op een gegeven moment. Ik toch maar voor haar, omdat ik dat een beetje zielig voor een Pepsi-Cola verhaal. Zitten er nog drie mensen in huis, jouw boodschap hadden kunnen doen. Weet je wel, doen ze dan met je ouders of iets. Kun je dat niet. Maar ik vind het mooi hoe ze gegaan is. Ik vind het fijn dat ze in de hospice overleden is en niet thuis in de eentje aan tafel. Ze is dan wel aan tafel overleden, maar ik snap ieder van mensen om zich heen. En wat ik een mooie gedachte vond, en dat jullie weten dat inmiddels wel een beetje, maar dat is juist om Jan op haar verjaardag, als alle mensen weer terug zijn van vakantie, dan nog een kleine nagedachtenis te doen aan Jan en dan te zeggen van we nemen maar een vriendenborrel op Jan. Of een toveur, als je niet ging alcohol in iets anders, maar gewoon zo van ik vond dat passend, ik vond dat meer zoiets zo van. En moet ik echt zeggen, de mensen die er nu zijn, ik ben heel blij met u ook hartstikke fijn, hartstikke bedankt ook voor alles. Hè. En omdat nog even iets van voordat zou het liedje weer komt, een tweede nummer. Twee weken geleden, ik denk anderhalf of twee weken geleden, toen had men dan een, wat bij de ECI de boeken besteld, of ze kreeg een gratis CD bij, of eentje van 1,99, ik bedoel, dat maakt niet uit. Maar die gaf ze aan mij en toen zat ze wat de cd heet Just Hold Me. En toen gaf ze die aan mij en toen zat ze daar op te tikken. En zo, en toen hadden we elkaar even zo met de handen vast, zo van, omdat we al met hun Jan is dat dan ook, dat ze in een kort loop zijn gaan, alleen niet zo snel. En daar staat ook het nummer op van de Manhattans, maar ja, was al van soft soul. Het lijkt een beetje een liefdesdief. Dat is het dan ook zeer zeker. Ook al hadden we dan een ding van een platonische liefde, is het natuurlijk wel heel erg van toepassing. Er zit één zinnetje bij, dat zou ik zelf anders gezegd hebben. Maar ik vind het een heel mooi passend nummer om mij aan een beetje echt. Te laten gaan, los te laten, maar het zelf zeggen. Als ik nog maar op de aarde wil, wil ik het niet.